Op 12 februari was het Internationale Rode Handendag. De dag dat wereldwijd aandacht gevraagd werd voor alle kindsoldaten. Het JOC in IJsselstein vroeg tegelijkertijd samen met Save the Children, UNICEF en andere organisaties om op te komen voor Syrische kinderen die gevlucht zijn naar Jordanië. Dat hoogwaardigheidsbekleders dit ook belangrijk vonden, bewees wel de komst van prins Willem II uit IJsselstein. Wij zijn het JOC en we behoren bij de Duitse militaire begraafplaats. Wat wij doen is vredeseducatie aanbieden, in de breedste zin van het woord. Wij werken echter wel voor de Duitse gravendienst, dus die begraafplaats is onlosmakend van ons. Nou wordt hier stilgestaan bij Internationale Rode Handendag. Voor de mensen die niet weten wat het is, waar doet men dit voor? Nou, wij doen dit eigenlijk om een statement te maken dat wij en met ons heel veel anderen tegen het misbruik van kinderen zijn in conflict situaties. We kennen het allemaal, het kindsoldaat, het zwarte jongetje met het geweertje, maar het gaat veel verder dan dat. En daar zijn internationale afspraken over gemaakt en wij proberen met onze rode handen bij de Nederlandse regering te vragen om daar aandacht voor te halen. Nou kunnen mensen hier in IJsselstein een rode handafdruk neerzetten. Wat gaat er vervolgens gebeuren? Wij gaan die rode handen naar Den Haag brengen, naar de regering. Want wij zijn er niet van overtuigd als we het opsturen dat het ook goed aankomt. En we willen echt nadrukkelijk nog een keer zeggen van kijk, met ons, al die rode handen zijn eigenlijk handtekeningen van mensen die zeggen stop het misbruik van de kinderen. Het wordt dus persoonlijk in Den Haag afgegeven. Aan wie? Ja, we gaan het dit keer aan mevrouw Dijkstra afgeven, mevrouw Pia Dijkstra. En vervolgens, wat gaat er dan mee gebeuren? Wat hoopt u dat er mee gaat gebeuren? Ik hoop dat mevrouw Dijkstra aandacht ervoor vraagt in de Kamer en dat er dan verder mee gewerkt wordt. Daar ga ik eigenlijk vanuit, want anders zou het nutteloos zijn dat we ze erheen brengen. Nu is het zo dat u dit combineert met een tentoonstelling, een fototentoonstelling. Dat is een bewuste keuze. Ja, dat is de keuze van onze stagiaire Kevin Teunissen. Die heeft gedacht, als ik een tentoonstelling over kinderen in conflict situaties heb, kan ik dat goed combineren. Het is een tentoonstelling van kinderen in Syrië in vluchtelingkampen. En natuurlijk ook zijn dat kinderen die slachtoffer zijn van geweld. In eerdere edities van dit Rode Handen gebeuren zijn ook bekende mensen uit de regio geweest. Kunt u daar een paar namen van geven? Ja, nou, de allerbekendste zijn eigenlijk wel Roëhezen, denk ik. Ik geloof zelfs dat ik als Westeling dat helemaal fout uitspreek. Maar dat weten Limburger mij waarschijnlijk, nemen ze me dat niet kwalijk. Maar we hebben ook mevrouw El Bayrak gehad. En we hebben Ralf Makkenbach gehad. En dit jaar krijgen we misschien wel een beetje het kroontje op het werk. Krijgen we prins Wim den Eerste uit IJsselstein.